De toekomst, hoe ziet u die voor AT5? Nou ja, de toekomst is natuurlijk snel aan het veranderen. AT5 is natuurlijk wel behoorlijk aan het excelleren, ook op het gebied van de nieuwe media. Dat moet ook. De televisie is niet meer dat op zichzelf staande medium waar mensen met de programmagids op tafel voor zich een avondje entertainment zoeken. Inmiddels kan iedereen media maken, ieder bedrijf, iedere organisatie, ieder persoon. En heel veel mensen zijn dat ook aan het doen. Waarom zou AT5 niet een soort van de redactie van de stad van Amsterdam kunnen zijn? Als die jongeren niet naar AT5 gaat, nou dan gaat AT5 naar die jongeren toe. Dan gaan we gewoon lekker in die wijken leuke praatprogramma's maken. Waarin die talent van die jongeren ook terugkomen, waarin ze onderdeel worden van die samenleving. Nou, AT5 is de stadsomroep van echt een wereldstad met gigantisch veel cultuur. En ik vind dat AT5 dat moet weerspiegelen. Zet de ramen open, zet de deuren open. Ik ben hoofdredacteur van het blad Contrast geweest. Ooit was een multicultureel weekblad. Eerst wat ik deed was, laat iedereen maar binnenkomen en dan selecteert de kwaliteit zich wel uit. Als ik de baas van AT5 was, dan zou ik denk ik heel erg gaan inzetten op nieuwe, jonge mensen. Die de nieuwe technologie, het vloggen, YouTube, zelf filmpjes maken, content uitzenden. Die dat heel goed beheersen en echt in de vingers hebben. De techniek die wordt steeds beter. Je kan tegenwoordig ook met telefoon filmen. Dat gebeurt ook bij het Nationaal. Ik denk dat AT5 daar wel wat mee kan. En misschien ook met filmbrillen zou je heel veel kunnen, in mijn ogen. Hoe ga je op een slimmere, multimediale manier om je doel te bereiken? Wij helpen lokale, regionale en landelijke omroepen, maar ook kranten en uitgevers, om precies te kijken wat hun artikelen en media doen op sociale media. Je hebt het nieuws op tv, dat is eigenlijk je ankuiler en achter dat nieuws zit natuurlijk veel meer informatie. En waar wij heel goed in zijn, is zeg maar over de bestaande video die extra nieuwslaag aanbieden. En dat zien we ook echt wel voor ons bij nieuws, maar ook bij programma's als Kort Amsterdams. Daar zit zoveel meer verhaal achter, wat je niet in je zendtijd krijgt, maar waar je wel online mee verder kan. Nou, ik kan heel makkelijk nu een livestream starten. Nou, dat is misschien niet heel bijzonder, want we zijn allemaal bekend met Facebook Live en Periscope, etc. Maar wat wij daaraan toevoegen, is dat wij heel gemakkelijk een livestream kunnen regisseren. Dus zodoende als ik op locatie 3, 4 of 5 of meer streams heb, kan ik zo als regisseur heel makkelijk switchen tussen de verschillende kanalen om zodoende de content hoogwaardig en altijd interactief te laten presenteren. Ik heb hier een 360 bril, een virtual reality bril. En hier staan filmpjes op, filmpjes die wij als bedrijf hebben gemaakt. En daarmee zorgen we eigenlijk dat je als gebruiker ook echt daadwerkelijk op die plek bent. Nou, AT5 zouden ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken op hun website. Het zou echt een extra kunnen zijn om een jongere doelgroep aan te spreken die gewoon wel op zoek is naar iets innovatiefs. En wij hebben daar de mogelijkheid voor om dat met een virtual reality ervaring te doen.